De katholieke kerk in Mariaparochie viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De kerk is onderdeel van de heilige Pancratiuskerken. De Pancratiusparochie bestaat uit 9 kerken. De kerk van Frieseveen, Mariaparochie, Albergen, Vleringen, Reutem, Vassen, Geesteren, Langeveen, Terbergen. Meneer Wanskers, u hebt het weer wel mee, hè, met deze festiviteiten. Wat wordt er eigenlijk hier gevierd? Wat hier gevierd wordt? 100-jarig jubileum van de kerk. 100 jaar bestaan. Dus in 1918? Hoe zag het eruit in 1918 hier? Weilanden. Was er niet bij. Weilanden en hier en daar een klein huisje. En meer was het niet. En ik hoorde dat de grond van Boer Lenfring was? Die boer Lenfring die woont hier nou achter, een kleinzoon van hem. En die boer heeft daar een aantal hectares op de splitsing van deze wegen. Een paar hectare grond beschikbaar gesteld voor de bouw van een kerk en een school. En is dat binnen een jaar gebouwd? Nou, 2,5 jaar denk ik. Ze hebben het ook in 2 delen gebouwd. Eerst het voorste deel en die is toen open gegaan. En 1,5 of 2 jaar later de toren. En de festiviteiten, dat is al de hele week gaande? Dat is, we hebben een feestweek en we zijn woensdagmiddag begonnen met de musical voor de school. Als schoolgaande kinderen, 2 keer de kerk, stampie vol. Met ouders, opa's en oma's, alles. En de kinderen hebben een musical opgevoerd. Ze hebben allemaal een kleine attentie gekregen. Dat was gewoon geweldig, ja. En vrijdag was er ook wat te doen? Donderdagmiddag hadden we een middag voor de ouderen van de parochie. Er was ongeveer 110 personen bij Kamp Kuiper. En gisteravond, vrijdagavond, hadden we een feestavond voor mensen die moesten zich wel opgeven. En er waren ongeveer 150 personen. Zo is behoorlijk bezocht. En vandaag zijn de activiteiten voor de parochianen hier? Ja, abseilen en het bekijken van de kerk en de oudheid. Dingetjes van de kerk die bewaard zijn gebleven, is hier tentoongesteld. Pastoor Pikkemaat ging wel abseilen, u niet? Ja, ik heb gezegd, ik doe het wel, maar ik heb hoogtevrees. En ik ben er wel geweest van de week een keer boven. En dan kijk ik naar beneden en denk, oh, ik doe het echt niet. Twee keer commentaar van een paar omwonenden nadat er mest was bezorgd. Dat ja, en het is toch blijven tuinieren. De ene keer het seizoen doen de plantjes het heel goed. Ja. En de andere keer. Meneer Gerritsen, u bent hier op bezoek bij de voedselbank. Hoe staat de gemeente Almelo daar tegenover? Nou, buitengewoon positief natuurlijk. Ik maak periodiek een rondje door de stad om kennis te maken met allerlei sociale projecten in onze mooie gemeente. En de voedselbank Almelo is daar een hele belangrijke in. Waarin heb ik vanmiddag ook hier weer kunnen horen. Wekelijks 600 mensen, jong en oud in de stad, eten krijgen via de voedselbank. Daar staan we uiteraard ook als gemeente heel positief tegenover dat er is. Dat is een heel goed project. Maar tegelijkertijd realiseer je ook als je het ziet en als je er bent en als je erover praat met de vrijwilligers hier. Dat het vreselijk is dat het nodig is. Maar als je hier ziet hoe op een hele professionele manier door vrijwilligers gewerkt wordt aan voedselveiligheid, voedselkwaliteit. Maar ook aan het begeleiden van mensen die leunen op de hulp van de voedselbank. Dan kun je alleen maar je petje vooraf nemen. Dat is echt heel erg goed. Als we hier om ons heen kijken in deze nog steeds mooie Egbertuskerk, hebben ze een goed onderdak. Nu heeft de gemeente, die heeft volgens mij nog nooit financieel hier bijgedragen. Gaat dat in de toekomst veranderen? Nou, er ligt momenteel een aanvraag van de voedselbank bij de gemeente om een bijdrage vanuit een aantal sociale middelen die we bij de gemeente hebben. Ik weet niet wat het verloop van die aanvraag gaat worden.
De voorziening die geboden wordt op deze manier maakt deel uit van een breder pakket wat er in Almelo aan sociale instellingen, initiatieven en voorzieningen voorhanden is. In sommige participeert de gemeente, in sommige niet. Dus ja, je kunt niet overal ja tegen zeggen, maar we zeggen ook nadrukkelijk niet overal nee tegen. Maar we proberen als gemeentebestuur wel een evenwichtige ondersteuning te geven aan al die initiatieven die we in de stad hebben. Nou, dat is een keurig politiek antwoord. Nou ja, kijk, ik sta hier natuurlijk niet om hier te zeggen, nou, we komen het even financieel overnemen. Dit is een vrijwilligersproject dat onder een landelijke koepel van Voedselbank Nederland uitstekend ondersteund wordt. En vaak werkt het op die manier ook beter dan dat je dat vanuit overheidswegen gaat verstrekken. Ik denk dat de rol van de overheid vooral gericht is op het voorkomen van situaties waarbij mensen in armoede terecht kunnen komen. Eva Schippers, u geeft een voorstelling hier, maar ik zie helaas weinig publiek. Ja, ik doe het 24 uur en ik slaap wel een paar uurtjes 's nachts. Maar dan uiteindelijk op zo'n dag pak je toch heel veel mensen mee. En hoe zijn de reacties? Ja, heel wisselend. Sommige mensen vinden het heel raar. En er komen heel veel jongeren langs, die zitten daar op het ROC, denk ik. En die komen allemaal in groepjes kijken en me nadoen vanaf de andere kant. Want gisteren deed ik wat heel anders. Dus het is heel verschillend. Sommige mensen die schrikken een beetje van me of die denken dat ik bijvoorbeeld niet echt ben, want ik sta soms gewoon een uur stil. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dat vind ik altijd superleuk aan zulke plekken. Ja. Het is eigenlijk, ik noem het ook zelf een performance, niet een voorstelling. Meestal dit bijvoorbeeld wat ik vandaag doe, dat zijn eigenlijk houdingen. Dat heet dan tableau vivant, een levend standbeeld, zeg maar, of een stilleven. En dat doe ik dan ongeveer een uur. En ik heb een wekker en dan na een uur gaat de wekker af en dan stop ik. En dan begin ik een kwartiertje later nog een keer. En dan doe ik het misschien een iets andere houding. Maar dan ga ik weer een uur staan. En ik ga natuurlijk gewoon wat eten. En ik moet soms plassen. Maar ik probeer wel, zeg maar, dat mensen op zo'n dag, 's ochtends en 's avonds, me een paar keer tegenkomen. Dat is natuurlijk leuk als mensen vaker langslopen. Dat ze dan denken, oh, ze staat er nog steeds. Of, Maar als ik al die uren reken. En dan, ik weet ongeveer wat u hiervoor krijgt. Dan denk ik dat u hiervoor een heel mager uurloon werkt. Nee, het valt mee. Het is, ze hebben een mooi bedrag gegeven om het te kunnen realiseren. En soms als kunstenaar, de ene keer kies je ook gewoon om iets te doen, omdat je daar wat van leert. En dan is het misschien niet zo belangrijk dat je daar heel veel geld mee verdient. En de andere keer dan is dat belangrijker, dan ga je daar juist meer. Dat ligt er een beetje aan. Ik kan hier heel veel van leren. Ik vind het heel leuk om te doen en om te kijken wat er gebeurt. Ik woon in Amsterdam. Kijk, als er niemand komt. Ik ga je niet voor niks staan, zeg maar. Je moet wel een beetje, het is wel het idee met als je zoiets doet dat je reactie krijgt van mensen. Ik heb de kunstacademie gedaan in Groningen, aan de Academie Minerva. En ik heb een master gedaan in de AKI, de DAI, in het Dutch Art Institute in Enschede. Vlakbij. Het doek wat u gebruikt, dat lijkt op een parachute. Het zijn twee parachutes. Ja, ik heb ze aan elkaar genaaid en dan wordt het één grote bal, zeg maar. Ja, je zou er ook een mooie tent van kunnen maken. Nou, dat denk ik wel, ja. Ik kom maar even zeggen dat ik dubbel kom. En ik heb mijn mooie kleed uitgehaald. En kreeg dat. En dat herdacht, hè. Weet je hoe oud dat kleed is? Dat zag. Ik denk, oeh, joh, mooi kleed. Wat een mooi kleedje, hè? Ja. Weet je wat een groot huurder dat dan is? Die doet in de tas. Die haalt een broek en die kan hem zo weer aan doen. Ik 60 jaar oud is dat. 60 jaar. En ik. Wat zeg je ermee door? Wat zei je? Ja, waar ben jij dan weg? Wat zei je er al? Toen was ik 10. Toen was je 10. Ja, ik was nog niet eens geboren. Nee, dat was niet. Ja, nou, maar ik heb een kreeg van een vrouw en is om inmiddels al lang overleden. Oh, kijk eens aan. Die zei, uit in mijn been, dan kreeg je niet de kleren. Is dat goed? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, er waren 50 van die dingen, dus ik dacht, nou, dat is zo'n zoveel. Hé, wat is er van dit? Van de boonrijd. Ik ben ooit eens naar een soort expositie geweest in Den Bosch en daar was een tentoonstelling over de jaren 70 en ik vond het geweldig. Ik had zo'n lol daarom. Ik denk, nou, dat vind ik leuk om zelf ook te doen. En eigenlijk werkte ik in het verleden met mensen met dementie en daar ben ik eigenlijk begonnen
Maar ik vind het zelf ook gewoon leuk. Dus het is een combinatie. Voor mensen die dementeren, die vinden het vaak erg leuk om terug te gaan naar vroeger. Omdat dat hetgene is wat ze nog herkennen. En ja, om hun daarin te betrekken, en dat vind ik gewoon erg leuk om te doen. Je gebruikt veel attributen in je programma. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is gewoon elke keer weer kijken wat vindt deze groep leuk of wat vinden de mensen leuk om te zien. En ja, als je iets van vroeger meeneemt, herkennen mensen dat en daar hebben ze vaak wel heel veel plezier om. En iedereen heeft zo zijn eigen herinnering en ik vind interactie wel heel erg leuk. Wat zeggen de mensen na afloop van het programma? Ja, het is ook heel verschillend, maar de meesten vinden het wel erg leuk om weer dingen te gezien te hebben van vroeger. En goh, dat had ik ook nog of dat vind ik ook leuk. En ja, het is elke keer anders, maar wel leuk. Waar haal je inspiratie uit? Ja, echt de kleinste dingen om me heen en ook wat mensen soms aan mij geven. En ja, ik vind dat gewoon leuk. Ja, dat kan alles zijn. Heel veel, heel veel. Dus... geeft je heel veel voldoening, zie ik. Ja, echt wel. Ja. Ik vind het leuk om te doen. Dankjewel. Graag gedaan. Op kun je even staan? Kop eer en oppassen is meestal het enige wat ogenblik na een feestje. Klopt dat? Oh, u kan geen trends verstaan. Zal ik het u even in het hoog halen met deze vertellen? Een hoofdpijn en afwassen is wat er meestal overblijft als je een feestje hebt gehad. Ja, wel werk. Ja, precies. Wat is de reden dat u naar dit programma bent gegaan? Nou, ik hou echt van oude dingen van Almelo. Mijn ouders kwamen uit Zaland. Ik versta altijd die woorden niet. U zei net geloof ik ook een woord. Maar wel hier altijd gebleven natuurlijk. Het mooie is dat dit huis mij het gevoel geeft en herinnert aan een klein berichtje dat ik ooit ergens aan de muur zag. Waarin stond, gastvrijheid is niet aan regels gebonden. Dit bankje van ontwerpbureau Dintec uit Enschede is geplaatst uit eerbied voor de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels. En die was afkomstig uit Almelo. De vorm is afgeleid van een space shuttle.